Hey, leuk dat je meedoet aan deze missie. We gaan een echte animatiefilm maken. In 7 video's ga je onder andere een eigen film bedenken, personages en achtergronden maken, de set opbouwen en de film opnemen. Alle missies hebben met elkaar te maken. Het is dan ook handig dat je start bij missie 1 en ze zo één voor één door te lopen. Na elke missie ontvang je een award. Behaal alle awards en je kunt zo aan het werk in Hollywood. Missie 1. Bedenk je eigen animatiefilm. In deze eerste missie ga je ontdekken hoe een animatiefilm technisch werkt. Daarnaast ga je kijken naar hoe de verhaallijn of de storyline van films in elkaar zit. En je bedenkt een eigen verhaal om een animatiefilm van te maken. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? In deze serie heb je nodig een print van de verschillende werkbladen. Een link naar de PDF vind je hieronder. Een pen of potlood. Een smartphone of tablet waarop je een app kunt installeren. Papier, verschillende soorten, dik, dun, gekleurd. Bruin karton, wat satéprikkers, wat klei, tekenmateriaal, een bureaulamp, lijm, plakband, schilderstape, karton en een schaar. Een lijst met materialen vind je ook hieronder. Terwijl je deze verzamelt, kun je deze video even op pauze zetten. We gaan dus een animatiefilm maken, maar hoe werkt dat nou precies, zo'n film? Een film is een serie op één volgende stilstaande beelden, foto's of plaatjes. Door de beelden snel achter elkaar af te spelen, hou je eigenlijk je ogen voor de gek en denken je hersenen dat de plaatjes echt bewegen. Kijk maar eens naar de plaatjes van dit kampvuurtje. Als je ze zo naast elkaar ziet, beweegt er helemaal niets. Maar als ik ze snel achter elkaar op dezelfde plek laat zien, dan gaat het vuur bewegen en echt branden. Je ogen en hersenen maken er een mooie animatie van. En dat is precies wat wij gaan doen bij onze animatiefilm. We gaan een heleboel losse foto's maken die we daarna versneld afspelen. Zo gaat het bewegen en wordt het een film. In deze serie krijg je hulp van Amber. Zij is illustrator en gaat ons helpen bij het ontwerpen van vette, mooie, lieve of zielige karakters voor je film. Een film bestaat dus eigenlijk uit een serie losse foto's. Maar iets wat iedere film ook heeft, is een verhaal. En weet je wat grappig is? Hoewel het lijkt dat alle films heel verschillend zijn. De een gaat over een groep beesten die ontsnapt zijn uit het circus. En de ander over een sterrenstelsel hier ver, ver vandaan. Is de opbouw van de verhalen in films vaak min of meer gelijk? Kijk maar eens. Een film start met een begin. Dat is logisch. Dan komt er een probleem, een conflict. De held van de film moet vervolgens een enorme uitdaging aangaan. En dat eindigt in een superspannend hoogtepunt van de film, de climax. En dan de afsluiting, het einde waar het vaak weer allemaal goed komt. Deze opbouw noem je ook wel de classic story. Pak nu het eerste werkblad erbij. Zet zo dadelijk deze video even op pauze. Kies jouw favoriete film en probeer op het werkblad in te vullen of jouw film ook volgens deze classic story is opgebouwd. Beschrijf steeds heel kort wat er in jouw favoriete film gebeurt in ieder gedeelte van het classic story. Kom je er niet uit? Geen probleem. Probeer dan eens een andere film en kijk of het daarmee wel lukt. Succes! Is het gelukt? Ik ben benieuwd of jouw film ook een classic story had. Laat het me weten via social media. De links naar onze sites vind je hieronder. Wij hebben als voorbeeld ook een animatiefilm gemaakt. Dit is hem.
Onze film heeft ook een classic story. Kijk maar eens. Pak nu het tweede werkblad. De allereerste stap bij het maken van een film is het bedenken van het verhaal. Heb je een idee voor jouw film? Dan kun je met behulp van dit werkblad het verhaal stap voor stap vastleggen. Wie doen er mee? Wat gebeurt er? Hoe gaan ze het oplossen? Het hoogtepunt en de afsluiting. Misschien heb je ook al een naam, dan kun je die hier linksboven invullen. Probeer dan elke stap van het classic story kort te beschrijven voor jouw animatiefilm. Je hoeft nog niet te veel details in te vullen. In de volgende missie gaan we alles uitwerken. Je ziet hier ook al ruimte voor de personages in jouw film. Daar gaan we in missie 3 naar kijken. Maar als je wil, mag je de personages uit jouw film alvast hier noteren. Probeer niet te veel verschillende personages te bedenken. 3 tot 4 is meer dan genoeg de eerste keer. Oh ja, vul ook je eigen naam in. Terwijl je dit doet, kun je deze video even op pauze zetten. Tot zo! Gelukt? Goed gedaan. In deze eerste missie heb je ontdekt dat een film eigenlijk gewoon een serie opeenvolgende plaatjes of foto's is. Daarnaast zag je dat heel veel films dezelfde opbouw hebben. Een begin, een probleem, een enorme uitdaging, een hoogtepunt en een afsluiting. Je hebt je eerste film award verdiend. In de volgende missie ga je jouw idee voor een animatiefilm uitwerken in een storyboard. Een storyboard is een verzameling uitgetekende scènes van jouw film. Het is bedoeld om je te helpen bedenken hoe jouw film eruit moet komen te zien. Ik zou het leuk vinden als je jouw idee voor een animatiefilm met ons deelt. Bijvoorbeeld via een foto op social media. De links naar onze site vind je hieronder. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube kanaal. Tik daar ook het belletje aan, dan ben jij de eerste die hoort wanneer een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.